Mevrouw Becker. Ja, voorzitter. Ik dank de minister in ieder geval voor deze toezeggingen, want dat is denk ik heel waardevol. Maar wat volgens mij ontbreekt ten opzichte van het advies van de staatscommissie, is dat de staatscommissie zegt, je zou het getal waar je op wil sturen, namelijk die max 19 à 20, die zou je moeten vertalen in bandbreedtes voor iedere vorm van migratie. En zegt de minister hier nou ook eigenlijk toe dat we, als hij dus voor de zomer komt met die meerjaren programmatische aanpak, dat we dan ook voor iedere vorm van migratie een cijfermatige bandbreedte geformuleerd hebben waar het kabinet op gaat sturen? Nee, voorzitter, dat nog niet. Want ik denk ook, en dat is net in het debat ook al een beetje gewisseld, dat het nut daarvan ook een beetje per migratiesoort zou kunnen verschillen. Je kunt dus in grote lijnen wel inschatten wat het totaal zou moeten zijn om niet boven die 19 à 20 miljoen uit te komen. Maar daarbinnen zul je moeten kijken, heeft het zin om met zo'n bandbreedte te werken? Ik heb wel toegezegd, al in een eerder debat over arbeidsmigratie, dat als het over arbeidsmigratie gaat, ik wel bereid ben te onderzoeken of je daar de discussie mee verder helpt. En of je inzichten in, nou, noem maar wat, tekorten in een bepaalde sector en de mate waarin je dat zou willen aanvullen met arbeidsmigranten, of je dat zou kunnen vertalen in een soort richtgetal waarvan je zegt, nou, daar denken we dan ongeveer aan. Maar ik zeg er wel meteen bij, dat heeft ook alleen zin als ik dat ook kan koppelen aan maatregelen waarmee je vervolgens op die getallen gaat sturen. Nou, die twee dingen heb ik op dit moment eigenlijk nog niet concreet. Die discussie hebben we eerder in de commissie met elkaar gevoerd. Mevrouw Bikker heb ik toen toegezegd dat ik uiterlijk voor de zomer, op basis van ook een studie, een interdepartementaal beleidsonderzoek wat hiernaar uitgevoerd wordt, met de conclusies daarover naar de Kamer kom. Ja, voorzitter, ik vind dat eerlijk gezegd toch wel een beetje een gemiste kans. We hebben de aangenomen motie Bontebal gehad, denk ik niet voor niets. Omdat de staatscommissie echt aanbeveelt, ga nou per vorm van migratie een bandbreedte formuleren. En dan is het een beetje kip-ei. Dan zegt de minister, ja, maar ik weet niet of dat bijvoorbeeld voor asiel en voor studie wel zin heeft, want we hebben nog niet de maatregelen om erop te sturen. Nou ja, volgens mij hebben we in het hoofdlijnenakkoord en in het regeerprogramma juist hele stevige maatregelen om bijvoorbeeld op asielmigratie te sturen. Dus zou de minister toch nog eens het standpunt willen heroverwegen, waarin hij toch afstand neemt van het advies van de staatscommissie en zegt, nou, ik kijk eigenlijk voor nu alleen naar arbeidsmigratie als het gaat om het formuleren van een bandbreedte. De VVD roept op, doe dat nou voor alle vormen. En dat doet de VVD niet alleen, dat doen we eigenlijk ook met een meerderheid, een motie Bontebal, die dat al gevraagd heeft. Ja, voorzitter, ik vind niet dat wij afstand nemen van het advies van de commissie. Maar ook de commissie zegt, maak er niet de illusie van dat je op een kwotum of op een maximum aantal stuurt. Hè. Realiseer je dat het om indicaties gaat die horen bij een bepaald bepaalde maximale bevolkingsontwikkeling die je wilt nastreven. En kijk vervolgens inderdaad ook per stroom hoe zo'n bandbreedte kan helpen. Nou, ik geef volgens mij open aan dat ik echt bereid ben dat zeker voor die arbeidsmigratie te onderzoeken. Maar er geldt wel voor, dat getal moet ook beleidsmatig wel, je wel ergens mee helpen. Hè, het moet op zijn minst een indicatie zijn op waar je dan op wilt gaan sturen. Het moet een behoefte uitdrukken in een sector om een aantal arbeidsmigranten toe te laten bijvoorbeeld. Of een maximaal of een minimaal aantal. Maar je moet daar dan vervolgens ook iets mee kunnen. Ik kom er zo dadelijk nog even verder over te spreken. Maar we zitten natuurlijk, en een aantal vragen zijn erover gesteld, binnen Europa met een beperkte mogelijkheid om in ieder geval op korte termijn ook op individuele aantallen te sturen. De Vlag. Ja, voorzitter, ik probeer toch wat meer gevoel te krijgen bij wat er nu wordt bedoeld. We hebben bandbreedtes, we hebben streefgetallen. Als wij de verkiezingen ingaan, streven we ook altijd naar 35 zetels. Het worden er meestal maar 3.